Nou, waar ik mezelf dus erg zorgen om maak, is natuurlijk toch het vaccineren. En hoe zou dat nou kunnen? Daar moet ik iets bij zeggen. Zoals jullie weten heb ik de laatste campagnes van afgelopen jaar, dus week bij week bijgehouden, om te kijken van, ja, als je nou vaccineert, in die weken, hoe gaat het dan met de oversterfte? En we hebben twee keer gezien, zowel in de lente vaccinatiecampagne als in de herfstvaccinatiecampagne, dat op het moment dat zij starten dat de oversterfte omhoog gaat, die lijn die loopt gewoon gelijk, die piekt op hetzelfde moment als de vaccinatie. Dus op het moment dat er heel veel vaccinaties gezet worden, zie je ook veel oversterfte. En dan gaat de vaccinatie neemt weer af, want men is er klaar mee. En dan zie je ook dat de oversterfte weer afneemt. Nou wil dat niet per se zeggen dat dat een correlatie heeft. Maar in dit geval is dit wel in de tijd een samenvallen van iets. En ik denk wel dat dat bijdraagt, zou kunnen bijdragen aan de totale oversterfte. Want dan komt nu een puntje. Die oversterfte die je ziet tijdens de vaccinatiecampagnes, dat gaat vrij snel. Dus die mensen zijn 1-2 weken nadat ze gevaccineerd zijn, als het daar aan ligt, overlijden zij. En het lijkt erop dat dat gebeurt met name bij kwetsbare ouderen. En dan kan het gewoon zoiets heel simpels zijn als dat je zegt van, je spuit iets in, dat geeft een bepaalde ontstekingsreactie, koorts enzovoort. En juist bij bepaalde kwetsbare ouderen is dat net te veel en overlijdt. Dus het is eigenlijk duidelijk, hè, de oversterfte, we hebben hier te maken met 15.000 mensen ongeveer. Gedeelte zou kunnen zijn, dat is in ieder geval wat je zegt, omdat planbare zorg uiteindelijk is uitgesteld, dat diagnoses zijn gemist. Een ander gedeelte kan dus te maken hebben met vaccinatie als we kijken naar die golf. Pepijn, als jij dit nu allemaal aanhoort, jij zit natuurlijk in de Tweede Kamer, jij dringt ook veelvuldig aan op onderzoek. Wat zou er nu moeten gebeuren volgens jou? Nou ja, onderzoek is natuurlijk het allerbelangrijkste. En even toch ook in te gaan op wat professor Schettes net zegt. Er wordt nu gezegd, het is uitgestelde zorg. Hè? Maar de hoogste oversterfte, 30%, zien we juist onder de jongeren. En je zou toch, dat is eigenlijk heel vreemd. Hè? Waarom zouden nou uitgestelde zorg juist bij jongeren oversterfte leveren? Zou eerder aan ouderen denken. Dus er speelt voor alles en nog wat. En we weten inmiddels, hè, professor Schettes heeft het artikel aan ons gestuurd, dat in ieder geval, dat autopsieonderzoek heeft dat uitgewezen. De minister heeft dat ook bevestigd in Heidelberg, dat er een directe link is van de vaccins naar hartontsteking, dat is algemeen bekend, myocarditis, en dat het ook kan leiden tot overlijden. Maar je noemt een directe link. En als we het dan hebben over, want het gaat hier 15.000 mensen, dat is natuurlijk een klein aantal, om hoeveel personen zou dat ongeveer dan gaan? Hebben jullie daar een idee over? Maar daar mag ik dan weer in haken. Oké. Wat ik net uitlegde over die pieken en tijdens de vaccinatiecampagne en zo, dat gaat ongeveer, in de herfstcampagne gaat dat over ongeveer op 1 op de 1500 mensen. Dat verklaart helemaal dus niet die 15.000 mensen van dit jaar. Dit is een bijdrage tot die sterfte. Want wat kan vaccinatie nog meer doen? En dan wordt het, dan komen we op een terrein waar echt veel onderzoek aan zou moeten gebeuren. De groep in Nijmegen van Netea, de Radboud Universiteit, heeft al lange geleden, al anderhalf jaar geleden ruim, aangetoond dat de witte bloedcellen van mensen die gevaccineerd worden met mRNA-vaccins, dat die niet meer normaal reageren op virussen, bacteriën, tumorcellen, gist enzovoort. Wat het effect daarvan is, dat weten we niet echt, maar je kan je voorstellen dat als vaccinatie een effect heeft op jouw immuunsysteem, en je doet dan ook nog eens niet maar één keer, maar twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, dat het dan wel degelijk een effect kan zijn. Nou, dan wil ik dan toch nog iets aan toevoegen, Aletta, voor jij de vraag stelt. Er is nu ook aangetoond dat de immuunreacties van mensen die de vierde en de vijfde spuit hebben gekregen ook kwalitatief anders is geworden dan na spuit 1 en 2. Dus het is helemaal niet zo'n makkelijk verhaal van je vaccineert en dan ben je gevaccineerd en dat is altijd zo. Nee, wat hier gebeurd is, is een heel dynamisch proces waarvan we nu mogelijk hele zure vruchten. Maar dit is inderdaad niet een heel makkelijk verhaal. Dat is ook natuurlijk waarom Pepijn en ook andere politici ook aandringen op onderzoek, waarom dat onderzoek er ook moet komen. Dus het is inderdaad jouw interpretatie hiervan. Herman, als we dan even gaan naar jou, jij bent statisticus. Wat valt jou nu op als je kijkt naar die oversterfte? Want we hebben het net al genoemd, het gaat dus om 15.000 personen. Ja. Nou, dat aantal van 15.000, dat is in mijn berekeningen zelfs nog iets meer. Maar laten we eerst even kijken naar een normale epidemie. Als we kijken bijvoorbeeld naar de griepepidemie van 2018, dan zie je dat daar dus 4.000 mensen aan overleden op zijn max. Terwijl dus in de annalen staat dat het 6.500 is. Dat komt omdat er altijd na een
griepgolf komt er een ondersterftegolf. Dus een deel van de mensen die dus in de zomer zou overlijden, overlijdt nu al tijdens de griepgolf. Nou, als je nou kijkt naar de eerste golf van de corona, dan zijn er dus op de top zijn er dus 8000 mensen overleden. Maar uiteindelijk krijg je daarna weer een daling. Dus eigenlijk is die eerste golf die we dus zien bij de corona, is een heel volstrekt normale griepgolf. Zo zou je hem getalsmatig kunnen zien. Als je dan kijkt naar de tweede golf, ziet hij er eigenlijk ook helemaal normaal uit. Lijkt dus op de golf van 2018. Alleen hij begint veel eerder. Hij begint eigenlijk al aan het eind van de zomer. En loopt dan tot aan ongeveer maart, april. En dan zie je opeens een kantelpunt. Er zijn er dus 10.000 mensen overleden. En dat valt dus het aantal mensen dat dus gerapporteerd wordt als coronadoden is dus hetzelfde als wat je dus in de oversterfte ziet. En daar komt opeens een knik. Echt in april, er komt echt een scherpe knik, waardoor dus het aantal overlijden wat normaal naar beneden zou lopen, dus die ondersterfte, die gaat dus oplopen.